gevolg van je nieuwsgierigheid. Dus ja. Dank u wel. De serendipiteit was eigenlijk een continu proces als gevolg van creativiteit, nieuwsgierigheid. Nou, aan jou, wie nam de draad? Wou je er nog één hier? Ja. Een piepklein voorbeeld. Mijn vriendin en ik lopen regelmatig door een bos of door een stad. En ik ben nog geneigd daar altijd een platte grond bij te nemen. Dat ik precies weet van zo en zo moet ik lopen en daar gaan we heen. En mijn vriendin zegt altijd, gooi dat ding nou eens weg. Dan gebeuren er tenminste dingen. Dat is een heel mooi bruggetje naar wat mijn volgende verhaal zal zijn. Want... Nou ja, ik begon deze sessie met de vraag van wat doe jij nou om aan de wereld bij te dragen. En die vraag kan ik natuurlijk mezelf ook stellen. Wat doe ik dan? Nou, een van de dingen die ik gedaan heb is deze design game ontwikkeld, waar ik nu wat meer over wil gaan vertellen. En die heet dus What Shakes, the Serendipity Journey for Change. En de reden dat ik het net over de serendipity had, komt dus ook voort uit de naam van de game. En wat u net zegt is inderdaad helemaal waar. Dat op het moment dat je je ouderwetse en oude paden en je oude processen loslaat en op zoek gaat naar nieuwe manieren en die ook gewoon over je heen laat komen. Ja, dan vind je misschien hele andere dingen dan waar je eigenlijk naar op zoek was. En dat is weer wat jij zei met die penicilline. En dan kom je misschien in één keer in hele nieuwe denkrichtingen. Nou goed, daar gaat dit volgende deel van mijn presentatie eigenlijk over. Dus wat ik eigenlijk voor deze korte onderbreking zei, is dat samenwerken erg belangrijk is om tot betekenisvolle transformaties te komen en veranderingen. En dat designmentaliteit, processen en methodieken daar een kans bieden. Nou, en hoe kan What Shakes, de Serendipity Journey for Change, hier nou een uitkomst bieden? Nou, dan moet ik natuurlijk eerst uitleggen wat het is. What Shakes is een design game. En het is in feite een bordspel met een dobbelsteen. Al zie ik dat niet zo letterlijk. Ik bedoel, dat bordspel kan ook op de grond getekend zijn, ergens. En de dobbelsteen kan klein en groot zijn, maar je kan hem zelfs op je iPad gooien, bij wijze van spreken. Maar dit is wel de metafoor. En dit spel faciliteert een co-creatieproces. We hebben het net gehad over designmentaliteit, designproces en designmethodes. Hoe je het spel instapt, dat is op een actief en open en een manier... je doet het samen, een samenwerkende manier. En dat is dus afgeleid van de designmentaliteit. En het proces, het designproces, zie je weer terug in de structuur van het spel. Het spel is reflectief, iteratief en er is dus serendipiteit, omdat je met een dobbelsteen gooit. Dat wil zeggen dat je niet weet op welke methodieken je terecht gaat komen. En de designmethodes die zitten in de inhoud van het spel. Dus ze combineren zowel denken en doen en je komt dus op met verschillende perspectieven in aanraking. Nou, wie spelen er mee? Het idee is dat verschillende mensen met diverse achtergronden samenwerken en complexe vraagstukken verkennen. En daarbij proberen we dan het vakjargon te overstijgen. Dus je moet je voorstellen dat je bij wijze van spreken een game kan spelen rondom obesitas. En dat je dan een zorgverzekeraar, een patiënt, zijn familie, maar misschien ook wel een school of de gemeente of welke betrokkenen je dan ook maar wil verzinnen rondom zo'n thema, aan elkaar aan tafel zet en met elkaar het spel laat spelen. En op die manier kun je brede ervaringen, kennis en inzichten benutten. Nou ja, hoe spelen we? We starten niet met een dichtgetimmerd probleem, maar we starten met de ruimte voor reframing van de thematiek. Dus bijvoorbeeld What Shakes Obesitas of Obesitas. En we maken dan gebruik van dwang, doordat het spel natuurlijk een bepaalde structuur heeft, maar ook van de toevalligheid en de onverwachte wendingen door die dobbelsteen. Het spel... gaat over design iteraties, dus er wordt veel gedivergeerd, geconvergeerd en weer gedivergeerd. En dat doen we in 3 rondes. Dus er zijn 3 iteraties per keer. Van explore naar ideate naar validate. Maar dat wil niet zeggen dat je daar stopt. Want stel je speelt het spel een dag, dan eindig je in validate en dan heb je je
je thematiek gereframed. Dus wat shakes obesitas is dan wat anders geworden. Dat is een duidelijkere vraagarticulatie geworden. Maar dat betekent dat je dan in feite het spel weer opnieuw kan spelen. En dat is ook hoe designprocessen vaak werken. Je blijft gewoon elke keer de cirkels herhalen. Binnen het spel en binnen elke iteratie heb je ook een bepaalde mood, een bepaalde manier van kijken. Dat betekent dat je de ene keer vanuit maken en denken het vraagstuk gaat proberen op te lossen. De andere keer vanuit dat toneelspelen, dan weer vanuit visualiseren en dan weer vanuit ratio. Die talen, die moods en die perspectieven, die maken dat je snel kan veranderen en kan schakelen tussen maken en denken en tussen intuïtie en ratio. En gevoel en gedachten. Normaal gesproken is dat best wel lastig, maar het spel dwingt je ertoe om dat te doen. En dat maakt dus ook dat deelnemers, je kan je voorstellen dat een zorgverzekeraar zich waarschijnlijk erg prettig voelt in de ratiofase. Maar ongemakkelijk wordt zodra hij iets moet gaan uitspelen. Terwijl misschien een architect bij dat uitspelen zich weer veel prettiger voelt en juist in een meer data-omgeving denkt van, oh, waar gaat het over? Dus die manieren van kijken naar, en die zitten in dat spel opgesloten, maken dat je af en toe in je comfortzone, maar af en toe ook uit je comfortzone moet. Maar altijd in de groep, dus er is er altijd wel één die zich op zijn gemak voelt en de rest meeneemt. Nou, shape, zoals ik al aangaf, gaat dan over experimenteren, maken en doen. Articuleren gaat over het kijken naar de wereld en dan ook vooral zien dat er meer is dan dat je op het eerste oog ziet. Act gaat over het uitspelen, in de huid kruipen van en het voelen en dus empathie ontwikkelen. En invent gaat over het visualiseren, het verbeelden en het scenario denken. Als ik dan heel snel door het spel heen ga, dan is dit wat je zou kunnen...